Hallo, dit is Matthijs van Mannenbrein en vandaag neem ik je mee in de wondere wereld van het flirten. Voor sommige vrouwen is de vraag, hoe moet ik flirten, iets zulligs? Die zijn hier simpelweg ontzettend goed in. Flirten, dat is toch gewoon iets wat je doet met de man die je leuk vindt? Maar voor anderen is flirten heel lastig. En ik weet dat er veel vrouwen zijn die niet de opties hebben in hun liefdesleven die ze graag zouden willen hebben, omdat ze nooit geleerd hebben hoe je moet flirten. En bij hun ziet flirten er ongeveer zo uit. Hey, alles goed? Ja, gaat goed. Met jou? Ja, gaat goed. Met jou? Ja, goed. 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 Dit gesprek is nog saaier dan de herhaling kijken van de staatsloterij, terwijl je al weet dat je geen prijs hebt gewonnen. Ik zie vaak dat vrouwen praten met een leuke man en ze doen oprecht hun best, maar ze komen niet verder dan een saai gesprek en ze weten hem ook niet te prikkelen. En vervolgens vragen ze zichzelf af, was ik te saai of vond hij me gewoon niet interessant? Ik begrijp het, weten hoe flirten werkt en hoe je dat moet doen met een man is ontzettend lastig. Sterker nog, ik heb nog nooit iemand horen vertellen op een praktische manier wat flirten is. En daarom krijg je vandaag 5 flirttips die jou klaarmaken om de nieuwe Serena Williams te worden van het flirten. En dat brengt ons bij de eerste tip. Tip 1. Het opzoeken van spanning zorgt voor een spannend leven. Laat me je een verhaaltje vertellen over iets dat echt naar is om te ervaren, maar het is tegelijkertijd ook iets dat jij misschien wel eens hebt meegemaakt. Een vriendin van mij, laten we haar in deze video even Lisa noemen, die vertelde mij over haar vriendin, die ik Emma zal noemen in deze video. En die Emma die had moeite om leuke mannen te ontmoeten. Maar ze had geen idee waar het aan lag. Emma die zag er aantrekkelijk uit en ze had ook een hele leuke persoonlijkheid. We zijn die avond met een groepje vrienden op stap gegaan en toen ben ik een beetje gaan kijken hoe zij zich allebei gedroegen in die club. Lisa die kreeg veel meer aandacht dan Emma. Ze werd meerdere malen aangesproken en de gesprekken die ze had, die zagen er ook ontzettend leuk uit. Emma daarentegen, die werd maar 2 keer aangesproken, stond ook heel vaak een beetje onhandig bij Lisa die dan met allerlei mannen aan het praten was. En die 2 gesprekken die ze had, die waren ook snel voorbij en die mannen hielden het al snel voor gezien. Nu ben ik een beetje die gekke wetenschapper die dit zo interessant vindt. Dat ik daar in die club als een soort Sigmund Freud stond te analyseren waarom dit nou het geval was. Ik voel mezelf af, hoe kan het toch dat alle mannen Lisa aanspreken en dat zij ook veel leukere gesprekken heeft dan Emma? En het antwoord bleek eigenlijk heel simpel. Lisa die maakte oogcontact met mannen. En op het moment dat ze dan een leuke man aankeek, dan gaf ze hem een dikke glimlach, waardoor hij ook op haar durfde af te stappen. Emma die vermeed juist oogcontact en op het moment dat ze toch oogcontact had met een man, dan keek ze snel weer weg, omdat ze die spanning niet prettig vond. Daarnaast was Lisa heel erg aan het flirten in haar gesprekken. Dat kwam omdat zij gefocust was op het hebben van plezier, op het hebben van fun. Terwijl Emma daarentegen juist heel erg op zichzelf gefocust was en vooral bezig was met niet raar overkomen. Het gevolg daarvan was dat Emma haar gesprekken al snel doodliepen omdat er geen vleugje levendigheid in zat. Dit soort ervaringen die hebben een vernietigende impact op het zelfvertrouwen van Emma. Zij dacht oprecht dat zij blijkbaar niet aantrekkelijk was voor mannen. Dat zij minder knap was dan Lisa. En ze dacht zelfs dat de mannen die haar aanspraken snel hun interesse verloren omdat zij niet leuk genoeg was. Het zijn dit soort ervaringen die je liefdesleven kapot maken. Het ergste is nog wel dat ze de oorzaak van haar leed niet helder voor ogen had. Het had niks te maken met haar uiterlijk, met haar persoonlijkheid of met haar kledingstijl. Of wat voor reden je dan ook kan verzinnen. Het zat hem in het simpele feit dat zij niet durfde te flirten in haar gesprekken. Emma haar verhaal deed me denken aan iets dat veel mensen, zowel mannen als vrouwen, tegenhoudt in hun liefdesleven. De angst om risico's te nemen in een gesprek met degene die we leuk vinden. Het vermogen om een geweldige flirt te zijn is niet een soort natuurlijk geschenk dat sommige mensen hebben en anderen nooit zullen kunnen. Het is simpelweg de 5% extra risico die iemand neemt in een conversatie die ervoor zorgt dat de persoon met wie ze praten aantrekkingskracht zal voelen. En de nummer 1 flirtmethode is het opzoeken van positieve spanning. Je wilt een beetje met hem spelen en dat zorgt ervoor dat hij ook weer met jou gaat spelen. En dit spel en deze spanning die zijn woest aantrekkelijk.
Het probleem hierbij is dat we geleerd hebben dat spanning fout is. We willen vooral lief zijn en aardig gevonden worden. En spanning vooral uit de weg gaan. We hebben geleerd dat spanning slecht is. Alleen, er is ook zoiets als positieve aantrekkelijke spanning. Alleen dat hebben we nooit geleerd. Maar het is juist dit spanningsveld, dit gevoel tussen jou en die man, wat je wil creëren. Als je niet alleen wilt dat hij je ziet als een lieve, aardige vrouw, maar ook als die sexy, aantrekkelijke vrouw. Nu weet je dat die positieve spanning heel belangrijk is. En is het nu tijd om jou alles te geven wat je nodig hebt, om ook daadwerkelijk te kunnen flirten, zodat jij die positieve spanning tot stand kan laten komen in je gesprekken. Tip 2. Subtiel flirten versus zonneklaar flirten. Flirten is laten zien dat je iemand interessant vindt zonder te beschikbaar te zijn. Het is interesse tonen plus een uitdaging vormen en dit alles heeft een speels laagje. Het is niet te serieus. Ik zal je een voorbeeld geven. Stel de zon schijnt en je zit heerlijk met je vriendin op een terras en er komt een ober langs die wel heel aantrekkelijk is. Dan kan je op een subtiele manier met hem flirten door bijvoorbeeld het volgende te zeggen. Oh, hallo. Hoe gaat het met jou vandaag? Je hebt een grote glimlach, je laat zien dat je interesse hebt, maar het is nog niet te beschikbaar zijn. Je laat alleen zien dat je enthousiast op hem reageert. Je geeft hem een hint dat je hem wel ziet zitten. Maar die ober die zal nog steeds zijn best moeten doen als hij wil dat het gesprek ergens toe leidt. Want je zegt niet, ik zag het staan en ik dacht echt, holy shit, wat ben jij een lekker ding. Wil je misschien een keer een drankje met me doen? Want dan laat je juist alleen maar interesse zien. En je wilt juist een uitdaging blijven vormen. Het is dus eigenlijk een soort uitnodiging aan hem om de eerste move te maken. Om daadwerkelijk met jou te gaan flirten. Je laat hem zien van, hey, ik sta daar open voor. Daarnaast heb je ook zonneklaar flirten. En met zonneklaar flirten is het zo dat je hem niet een subtiele uitnodiging geeft om met jou te gaan flirten. Zodat hij die eerste move kan maken. Maar jij bent dan degene die die eerste flirt move echt daadwerkelijk maakt. Met subtiel flirten is het zo dat mannen die signalen niet altijd oppakken. Dat we hier nou helemaal niet heel goed in zijn. Ze lacht heel lief naar me, ze kijkt me met grote ogen aan. Zit er soms een vlek op mijn shirt? Als je zonneklaar met hem flirt, dan doe je dit zo nadrukkelijk dat er zelfs in zijn mannenbrein een lampje gaat branden. Ping! Oh, wow! Zij is met mij aan het flirten! Yeah! Als we weer teruggaan naar ons voorbeeld met die leuke ober, dan zou je bijvoorbeeld dit tegen hem kunnen zeggen op het moment dat hij je bestelling komt opnemen. Wauw, ik ben echt eventjes helemaal kwijt wat ik ging bestellen. Blijkbaar heb jij dat effect op mensen. Nu geef je hem een compliment waaruit jouw interesse overduidelijk blijkt. Maar je wil een uitdaging blijven door het vervolgens te laten rusten, gewoon je drankjes te bestellen en het aan hem te laten om nu de volgende move te maken. Het is nu aan hem om terug te flirten met jou. Tip 3. Laat hem jou aanspreken dankzij flirten. Ken je dat moment dat je in een bar staat en je ziet een lekker ding en je wilt dolgraag dat hij je aanspreekt, maar je weet niet hoe? Uit onderzoek blijkt dat flirten ervoor zorgt dat niet de meest objectief gezien aantrekkelijke persoon, aka de knapste persoon in de zaal, wordt aangesproken, maar degene die het beste weet te flirten met zijn of haar omgeving. Als we Emma er weer bij halen, op het moment dat zij in een bar is en ze ziet een leuke man staan, dan wil ze hem interesse tonen, maar tegelijkertijd een uitdaging blijven, waardoor die positieve spanning kan worden opgebouwd. Hoe je dat doet is als volgt. Kijk hem aan en probeer oogcontact met hem te maken. En op het moment dat jullie elkaar in de ogen aankijken, dan glimlach je lief naar hem en vervolgens breek je oogcontact alsof hij je een beetje betrapte. Voor sommige mannen is dit al genoeg. Hij weet nu dat je subtiel met hem hebt geprobeerd om te flirten en dat je interesse hebt. En je vormt ook al automatisch een uitdaging omdat het nu aan hem is om naar jou toe te lopen. En dat vinden mannen ontzettend eng, waardoor hij gelijk al zo'n positieve spanning ervaart. Want hij weet dat jij hem leuk vindt en nu moet hij zijn cojones bij elkaar rapen en daadwerkelijk naar jou toe lopen. Voor sommige mannen gaat dit alsnog niet voldoende zijn. En daarom wil je niet meer subtiel met hem flirten, maar wil je zonneklaar met hem flirten. En hoe je dat doet is door weer oogcontact met hem te maken en op het moment dat hij je aankijkt, heb je weer een grote glimlach en je zwaait eventjes naar hem. En vervolgens ga je gewoon weer verder praten met je vriendinnen. En nu beseft hij dat dit geen toeval was, maar dat jij hem wel ziet zitten. Als je het nou heel eng vindt om zo'n glimlach op te zetten en oogcontact te zoeken met een man, oefen dan eerst thuis voor de spiegel of met je beste vriendin, zoals de twee vrienden ook doen uit de comedy When We First Met.
Come on, you gotta feel it. Look at me. Man, what's up, girl? Try that. So something's funny off in the distance, and then I squint, and then I lick my lips and look at him. And you bring the attention back to him. So stupid. It's great. Are you doing a Joker impersonation? Well, this was it was good. That was, okay. Did you think that was bad? I'll do it one more time. Just follow what I do. Ready? What's up, girl? What's up, girl? Tip 4. Houd de spanning vast zoals George Clooney. Ik weet het. Georgie boy, die is voor veel vrouwen net zo aantrekkelijk als donuts dat voor mij zijn. En je mond loopt al vol water als je aan hem denkt. En eigenlijk zou ik hem alleen al daarom in al mijn video's moeten stoppen. Maar er is nog een reden waarom hij mij in deze video komt assisteren. Kijk, op het moment dat zo'n man dan eenmaal naar je toe is gelopen en hij heeft je aangesproken, dan zou je kunnen zeggen dat die positieve spanning dan helemaal weg is. Maar dat is niet waar. Ook in het gesprek kan je die positieve spanning in stand houden. En daarom is Georgie Boy hier, zoals ik hem mag noemen, omdat hij de koning is van het flirten. Hij is een meester in het vasthouden van die positieve spanning. Flirten zit hem vooral in je gezichtsuitdrukking, je mimiek, je glimlach en je ogen. Het is de manier waarop je hem aankijkt en hoe je met hem praat. En George is de koning van het flirten omdat hij altijd een ondeugende grijns op zijn gezicht heeft. En langzaam durft te praten en pauzes durft te laten vallen. Waardoor er ruimte ontstaat in het gesprek om die spanning tussen jullie echt te voelen. Kijk maar eens naar het volgende fragment en let dan dus vooral op die grijns, op dat oogcontact en de rust waarmee hij praat. This is your game I've never played before. It's not a game. It's not something you play. Well, does this make any sense to you? It doesn't have to. It's just something that happens. It's like seeing someone for the first time. Like you could be passing on the street and you look at each other and for a few seconds there's this kind of a recognition. Like you both know something. The next moment the person's gone. And it's too late to do anything about it. And you always remember it because it was there and you let it go and you think to yourself, what if I had stopped? What if I had said something? What if? What if? It may only happen a few times in your life. Als hij een beetje zou wegkijken, niet zou glimlachen of heel snel zou praten, dan zou de sfeer echt totaal anders zijn. En het is juist de kunst om hele saaie gespreksonderwerpen alsnog heel flirterig te maken door de manier waarop je praat. Hey, hoe oud ben je? 43. Oké. Maar zelfs bij een saai onderwerp zoals dit kan je die positieve spanning creëren. Kijk maar weer eens naar het volgende fragment. How old are you? How old do you think I am? 30. You think I'm 30? Sorry. How old are you? I'm 30. How old are you? How old do you think I am? Puur door langzaam te praten, strak oogcontact te houden en af en toe stiltes te laten vallen, is de hele conversatie al een stuk flirteriger. Als je trouwens wil weten hoe je deze positieve spanning creëert door middel van de dingen die je zegt, en niet dus door je mimiek en je ogen en je glimlach te gebruiken, like deze video dan, want bij 100 likes maak ik een video waarin ik je exacte zinnetjes geef die je kan gebruiken om te flirten met een man en deze spanning tot stand te laten komen die onweerstaanbaar is voor hem. Tip 5. Spreek de wereldtaal van flirten met hem. Lichaamstaal is het meest universeel begrepen ding dat we hebben op deze planeet. Het McDonald's teken misschien. Daarom kan jij door middel van je lichaamstaal met hem flirten en alleen een man van een andere planeet die zal dit niet begrijpen. De huid is onze grootste orgaan. En als jij hem op de juiste plek aanraakt, dan zorgt dit ervoor dat er stroomschootjes schieten door heel zijn lichaam. En hier kan jij als vrouw gebruik van maken om met hem te flirten. Niet alleen voelt het heel prettig voor hem op het moment dat je hem aanraakt, het is ook nog eens een signaal dat er meer speelt dan alleen een leuk gesprek. Voelt voor hem als een eerste stapje richting fysiek contact, zoenen, wie weet wat allemaal nog meer. En daar gaat hij over fantaseren.
Oké, Matthijs, ik ben er klaar voor. Vertel mij hoe je hem aanraakt. Dit is hoe je het niet wil doen. Now, we have to teach you flirting. I know how to flirt. You know how to flirt. Oh, my name's Abby and I love reading Tolstoy. I also love cats, gardening and romantic picnics. I don't think so. Hey, babe, you wearing any underwear? Hey, you know what? I wouldn't say that and I wouldn't grab ass. What's wrong with a little ass grabbing? I mean, what's it there for if you're not me to grab it? Whoa. You're just a set of orifices and a pair of T-tops. You are a deeply, deeply disturbed person. Dit is hoe je het wel wil doen. Hey, hoe gaat het? Terwijl je hem eventjes op zijn schouder aanraakt. Oh, dat was zo grappig. Terwijl je zijn arm even aanraakt. Oh, je shirt zit niet helemaal goed. Wacht, ik help je wel even. Zo. Zoek dus naar excuses om hem aan te raken. Dat zal ongelooflijk veel met hem doen. Wat ook ongelooflijk veel zal doen, is weten wat alle aantrekkelijke vrouwen gemeen hebben en de nummer 1 eigenschap belichamen die ervoor zorgt dat hij verslaafd raakt aan jouw aandacht. Alleen deze dingen die vertel ik je niet in deze video, die vertel ik je in het artikel dat ik hierover geschreven heb met in totaal 12 flirttips. De link daarnaartoe vind je hieronder in de beschrijving. Vergeet natuurlijk ook niet om te abonneren op dit kanaal, zodat je elke week de nieuwste video's krijgt over dating, WhatsApp, relaties, George Clooney en alles wat je maar wilt weten over mannen. En dan zie ik je in de volgende video en doei doei!